Technologie en kleuters, wat heeft dat nou met elkaar te maken? Nou, dat ga ik je leren in de workshop ICT in de kleuterklas. Je kunt die zowel hier bij mij op ontdek.meppel volgen als bij jou op school of binnen jullie stichting. En wat gaan we dan doen? Nou, ten eerste kijken naar wat past er bij een kleuter. Uh, kinderen groeien tegenwoordig op met alle digitale middelen om hen heen, met een digitale wereld om hen heen. En natuurlijk de gewone fysieke wereld. Als ik kijk naar mijn dochter, uh, die is net één, ja, die trekt al naar die schermen toe. Maar ik vind het belangrijk om als leerkracht te gaan kijken met welke meerwaarde kunnen wij technologie inzetten in de onderbouw. Dus ervoor zorgen dat onze visie die we hebben uh, ja, blijft staan en daar een laag technologie aan toevoegen. Dat wil dus zeggen dat ik niet schoon maar wat apps aanraad waarop kinderen moeten gaan swipen. Nee, ik wil daar voorbij kijken en kijken hoe kun je de verbinding leggen tussen de dingen die jij nu in de klas doet en de technologie, zodat het een verrijking wordt, een extra laag over jouw onderwijs heen, en zodat jij ervoor zorgt dat de kinderen snappen wat technologie is en uh, ja meekrijgen wat je met technologie. Technologie kunt doen dat het een meerwaarde kan zijn en dat het niet alleen maar dom filmpjes consumeren is of een beetje klikken en swipen. Nee, je kunt er volgens mij je taal- en rekenwereld in de klas mee verrijken. En dat ga ik laten zien in de workshop, in de tijd die wij samen hebben. Uh, dat kan een uur zijn, dat kan ook drie uur zijn, want zoals je merkt, ik kan er gewoon urenlang over praten. Wat komt er dan aan bod? Nou, natuurlijk het digibord. Uh, je ziet hem hier achter me. Ik gebruik altijd het ProWise digibord, maar in principe maakt dat niet uit welk merk je hebt. Uh, zelf gebruik ik de iPad in de klas. Dat is wel handig om te weten, want heel veel apps die ik noem zijn voor iPad, ook voor Chromebook en voor Android, maar die zijn er helaas wel een stuk minder. Dus daar ben ik gewoon heel realistisch in. Ik Vertel mijn eigen ervaringen en laat zien wat ik met de iPad uh, onder andere doe. Natuurlijk komen er ook nog andere technische dingen voorbij, uh, en dingen die je online kunt doen. Dus voor iedereen zit er inspiratie in deze studiemiddag of deze workshop. Um, ga je hem bij mij volgen via ontdek.maple? Uh, dan kun je op mijn website ja, uh, dit bestellen. Dus je stopt hem in je winkelwagentje. Bij je abonnee krijg je 50% korting. Op deze workshop. En natuurlijk kun je gebruik maken van je professionaliseringsbudget. Uh, dus dat is. Um wat ik je zou aanraden, bespreek het op school en vraag of jij bij mij langs mag komen. Wil je dat binnen de stichting? Dan kan dat ook. Stuur dan een mailtje naar sander.meestersander.nl en dan kom ik bij jullie langs. Neem ik heel veel spullen mee, want ik wil je laten zien wat ik ermee doe in de klas en dan gaan we samen lekker spelen. Want dat is het belangrijkste: dat jij ervaart hoe het werkt en dat je, als je angst hebt, geen angst meer hebt voor die apparaten, want dan wordt dit een feestje. Uh, heb je vragen? Stuur dan ook een mailtje naar sanderetmeester@sander.nl en ik zou zeggen tot snel.